Zo, nou, ik heb tegenwoordig macOS Lion 10.7. Wat een drama. Was het vorige macOS was natuurlijk al volslagen bagger. Dit is echt te gek voor woorden. Kijk, ik heb hier twee monitoren. Hier zo, kabeltje. Ja, zoals iedereen natuurlijk gewoon met twee monitoren werkt. Dat is gewoon heel normaal dat je met twee monitoren werkt. Want op zo'n klein klote MacBook zie je natuurlijk geen reet. Nou, sowieso verplaats je dan één zo'n schermpje naar de grote monitor. Daar komt die. Zo, staat op de grote monitor. Is je menu nog gewoon naar beneden blijven hangen. Hier staat het menu. Daar staat je applicatie. Maar goed, daar ben ik aan gewend geraakt. Dat vinden al die Apple freaks geen probleem. Maar nou zijn er applicaties gekomen. Even kijken hoe we dat gaan doen hoor. Oh ja, kijk, hier hebben we de launchpad. Zag je wat ik deed? Zo, met mijn hand zo. Heb je iets, een desktop of zo. Maar daarboven is hij leeg. Ik weet niet precies wat er gebeurde. Maar... En daar kan je widgets op zetten. Nou, het ziet er natuurlijk niet uit. Wat is dit, joh? My First Sony of zo. Wat zijn dit nou voor widgets? En waarom moeten die apart? Waarom kunnen die widgets niet gewoon... Maar goed, even kijken hoor. Naar beneden. Wat een drama. Ik ben nu al gewoon mijn applicatie kwijt. Ergens hierachter. Oh, daarboven is hij. Kijk, daarboven. Hij stond niet hier tussen. Oké. Zie je hem staan? Ik zie downloads. En ik zie Firefox. Maar het is wel degelijk zo, daarboven, dat mijn e-mail ook open staat. Dat is alweer raar. Begrijpt natuurlijk niemand. Als ik daarheen ga. Zo. Kijk, dan beweegt hij op de grote monitor. Dan is er een knopje bijgekomen. Knopje hier zo. Fullscreen. Moet je kijken wat er gebeurt als ik die op de grote monitor fullscreen maak. Ik druk nu op het knopje. Plop, gaat hij naar de monitor beneden. Maar ik wou hem daarboven. Dus ik ga weer naar beneden, hier. Zo, dan moet ik de muis erboven houden. Dan heb je dat nieuwe knopje. Zo, plop. Gaat hij weer omhoog. Nou ja, weet je, en dan heb je nog ook zoiets. Dan kan je met je hand, dan kan je... Zo doen. Kijk, daar komt... Oeh, kijk eens wat mooi. Daarachter hebben we heel wazig weer die Cynthia weer. Maar het maakt niet uit. Dit is een soort launchpad. Maar die bestaat dan weer uit twee delen. Waar je dan weer niet zo doorheen kan, maar daar moet je weer op klikken. Daar kan je niet met je handen zo doen, daar moet je weer op klikken. En dan heb je ook weer dat ding. Maar je kan niet meer... Je kan ook weer naar boven. Kijk, je kan ook weer naar boven. En dan... Ja, het gaat echt nergens over. En dan heb ik dus nu hier, dit is ook wel grappig. Heb ik mijn mail heb ik actief. Dat kan je verslepen. Maar dat menuutje blijft staan naar beneden. Nou ja, weet je, schiet mij maar in een rubbertje. Ik vind het echt bagger. Dit werkt gewoon. Geef mij maar gewoon Windows met twee grote monitoren. Dat werkt gewoon goed, toch?